Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over de HPQ-stelling. In deze video ga ik je laten zien wat de HPQ-stelling precies is. En we gaan een voorbeeld bespreken waarin we deze stelling gaan toepassen. Maar eerst, wat is nu de HPQ-stelling? Nou, kijk even mee naar deze rechthoekige driehoek. Dit is driehoek ABC. En in deze driehoek is hoek C een hoek van 90 graden. En je ziet dat we vanuit C een lijn hebben getekend die loodrecht op AB staat. Die lijn maakt hier een hoek van 90 graden, dus dit is een hoogtelijn. En daarom hebben we hem ook de letter H gegeven. Die hoogtelijn verdeelt AB in twee stukken. Je hebt dat eerste stuk van A hier naartoe. Nou, dat punt kunnen we wel even D noemen. En dan zie je dat van a naar d een lengte van p heeft. En van d naar b heeft een lengte van q. Dus ab wordt verdeeld in twee stukken, een stukje van p en een stukje van q. En nu kijken we naar de hpq-stelling, die staat hier. En daar staat, verdeeld in een rechthoekige driehoek de hoogte h, de schuine zijde in de stukken p en q, dan is h kwadraat gelijk aan p keer q. Dat is precies wat je hier ziet gebeuren. De hoogte die verdeelt de schuine zijde. Hè, AB is de schuine zijde, in twee stukken. Dan geldt het volgende. h in het kwadraat is gelijk aan het ene stuk keer het andere stuk. Dit is de HPQ-stelling. Die moet je goed onthouden, want die heb je zo meteen nodig om het voorbeeld te kunnen maken. Nu we weten wat de HPQ-stelling is, is het tijd voor een voorbeeld. En het voorbeeld dat zie je hier staan. We hebben deze rechthoekige driehoek gekregen. In die rechthoekige driehoek is hoek P 90 graden. Je ziet PT getekend, dat is een hoogtelijn, want ook die maakt hier een hoek van 90 graden. En dat doet hij met de zijde van Q naar R. Het eerste stukje van Q naar T heeft een lengte van 2 en die hoogtelijn heeft een lengte van 2,5. En we moeten de oppervlakte van deze driehoek in vierkante centimeter gaan berekenen. En daarbij mogen we afronden op 1 decimaal. Dan laten we eerst even bedenken hoe je ook alweer de oppervlakte van een driehoek berekent. Voor de oppervlakte van een driehoek geldt een half keer zijde keer hoogte. Nou, de zijde en de hoogte, daarvan kunnen we wel bepalen wat dat hier is. Want ik zei net, PT is de hoogtelijn, want die maakt hier een hoek van 90 graden. Dus de hoogte, die weten we wel. Maar hoe zit het met de zijde? Nou, de zijde is in dit geval van Q naar R, want dat is de zijde waar die hoogte loodrecht op staat. QR weet ik nog niet helemaal, hè. ik weet wel dat eerste stukje, QT, maar TR die weet ik nog niet. Dus voordat ik die oppervlakte van die driehoek kan berekenen, moet ik eerst berekenen hoe lang van T naar R is. Hoe doe je dat? Nou, daarvoor gaan we de HPQ-stelling gebruiken. En die heb ik hier nog even opgeschreven. Je zegt dan h kwadraat is p keer q. Nou, in ons geval is h kwadraat, dat is die hoogte, dat is van p naar t. Dus we gaan even noteren: h kwadraat, dat wordt dus pt in het kwadraat. En pt kwadraat is gelijk aan p keer q. En die p en die q, dat waren die twee stukken waarin de schuine zijde werd verdeeld. Dus de schuine zijde is van q naar r. En door die hoogte wordt die in twee stukken verdeeld. In qt. En in tr. Dus dit is gelijk aan die twee stukken keer elkaar, oftewel qt keer tr. En nu zie je dus dat we de HPQ-stelling hebben opgeschreven in letters en nu kunnen we hem gaan invullen in cijfers. We beginnen met pt in het kwadraat. Nou, pt kwadraat dat wordt dus 2,5 in het kwadraat. Dus dat schrijven we daar even op. En dat is gelijk aan Qt. Qt staat hier, die is 2. Dus 2 keer. Tr, die weten we niet. Dus die schrijven we gewoon weer even op. Nu gaan we die 2,5 in het kwadraat even uitrekenen. Dat wordt 6,25. Dus 6,25 is 2 keer Tr. En nu kan ik ook Tr uitrekenen. Want voor tr doe ik dan 6,25 gedeeld door 2. En hoe weet ik dat? Hier staat 2 keer tr. Die 2 keer, daar wil ik vanaf. Dus dan doe ik het tegenovergestelde van keer, en dat is delen. Dus we doen 6,25 gedeeld door 2. En dat geeft mij 3,125. Denk eraan, ga nog niet afronden op 1 decimaal. Dat doen we pas helemaal aan het einde. Dus die weet ik nu. Dat is dus deze zijde, dus die zet ik even in mijn tekening erbij. Dus 3,125. En nu kan ik de oppervlakte van de driehoek berekenen, want ik heb nu genoeg informatie. Wat heb ik daar namelijk voor nodig? Een half keer zijde keer hoogte. Nou, de hoogte die wist ik al, die was 2,5. En de zijde die weet ik nu ook. Dus dat gaan we nog wel even apart opschrijven. Dus we noteren dan eventjes de zijde, dat is hier van R naar Q. En voor RQ geldt dat we doen 3,125 plus 2, en dat is 5,125. Dat wordt dus onze zijde. Nu kunnen we de oppervlakte van de driehoek berekenen. Dus de oppervlakte van driehoek PQR is gelijk aan een half keer de zijde, dus keer 5,125, keer de hoogte, en de hoogte is 2,5. Nou, reken dat even uit, rond dat af op 1 decimaal en dan vind je 6,4 vierkante centimeter. En nu hebben we het antwoord gevonden en zijn we klaar met deze vraag. Dus wat hebben we gezien in deze video? Nou, we hebben als eerste besproken wat de HPQ-stelling is. Dus een schuine zijde wordt in twee stukken verdeeld door de hoogte. Dan geldt de hoogte in het kwadraat is hetzelfde als de twee stukken van die schuine zijde keer elkaar. H kwadraat is gelijk aan P keer Q. Dat moet je onthouden. En als je dan zo'n voorbeeld krijgt, zoals hier, dan ga je gewoon even puzzelen hoe je dat hier kunt gebruiken. Dus het ging over de oppervlakte. Voor de oppervlakte hadden we de hoogte en de zijde nodig. En van de zijde wisten we dit stuk niet. Dus dat stuk gingen we eerst even uitrekenen met behulp van de HPQ-stelling. Dat heb ik hier uitgewerkt. Toen gingen we de totale zijde even berekenen. Dat schreef ik hier even op. En daarna berekenen we de oppervlakte. Dat deden we gewoon met die formule. Denk eraan dat je afrondt op 1 decimaal en dat je de eenheid er even bij zet. En als je de vraag dan op deze manier uitwerkt, dan krijg je alle punten op het proefwerk. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.